Wat doe jij om jezelf fit te houden? Fit? Ik drink koffie. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Holland's Next Top Model Special. We hebben allemaal kunnen zien hoe jij het programma nu hebt verlaten. Jamie, je zit nu tussen ons. Hoe is het? Goed, supergoed. Schrok je ervan dat je... Het is natuurlijk niet leuk om weg te gaan, maar ik ben heel ver gekomen zonder ervaring. Je bent mega ver gekomen, ja. Maar had je het nu dan ook wel een beetje zien aankomen of was het wel echt een verrassing dat je dacht... Nee, ik had het wel zien aankomen. De concurrentie was gewoon, die er toen nog zat, heel hoog. Okay. Nou, we hebben natuurlijk wel heel veel leuke momenten van jou gezien. Zo al die challenge natuurlijk. Toen jij al hysterisch in die boot, dacht jij dat dat een challenge was? Ja, ik was zo boos. Ja. Ik dacht, ik heb helemaal de rot gegroeid en kreeg de hand ook, was helemaal nat. Ik ging nog zelfs het water in om die boot achterna te gaan, dus ik was zo blij. Nee! Dus was dus niet de challenge. Nee. Oh nee, my god. Je moest pas beginnen toen je eraan kwam. Ja. En toen de challenge zelf, had je ooit van Smize gehoord? Of? Ja, van America's Next Topmodel. Ja. Smize. Maar doe even voor, want ik weet niet zo goed. Ik kon het niet zo goed hoor. Nee, je moet het ons even leren. Ja. Maar je moet dus eigenlijk lachen met je ogen, dus eigenlijk hou je ogen dicht. Dus 3 seconden. Ja. Denk aan iets heel leuks, iets heel moois. Dan moet je eigenlijk zonder dat je gezicht vertrekt. Ja? Moet je een lach in je ogen krijgen. Ja, ik kan het niet, maar ik ga het proberen. Ik voel wel een soort van energie die vrijkomt. Nou, ik vind dat we met z'n drieën... Ja, laten we het even proberen. Een battle. Ja. Een smize battle. In de camera. Ja. En dan mogen jullie bepalen wie het best kan. Oké, dus eerst ogen dicht. Dicht aan iets leuks drinken. Oké, 3, 2, 1. Ik moet vanzelf lachen. Wow, dit is zo raar. Ja, ik voel dan helemaal zo tintelen. Elke week kijken wij ook in de telefoon van de modellen. Want wij zijn heel benieuwd hoe hun Instagram eruit ziet. Dus Jamie, pak je telefoon maar even. Ja. Je kan echt veel aflezen aan een Instagram pagina. Oh, maar wacht even. Je hebt helemaal een soort design op je... Hè? Oh, wat wow. Cool dit. Oh, je denkt er echt over? Ja. Eerst niet, echt totaal niet. En toen heb ik het met een paar mensen over gehad van hoe je dat het beste kan doen. Dat ik eerst alles verwijderd ben ik opnieuw begonnen. Dus je doet eigenlijk een soort mix van foto's en dan doe je een soort inspirerende quote. Ja. En dan weer foto's. En als je kijkt naar andere Instagrammers, misschien wel modellen die bijvoorbeeld groot zijn op Insta. Heb jij een bepaald voorbeeld of een gast die je heel tof vindt? Ja, ook die je niet. Volgt? Nee, echt niet. Nee, maar wie volg jij dan? Wat voor mensen? Ik volg vrienden, ik ben geen bekende mensen. Nee? Nee. En los van of je ze wel of niet volgt, heb je wel iemand, een model, dat je denkt, nou, dat vind ik tof, zo zou ik ook willen zijn. Ja, zijn, het is gewoon, het is wel een meisje. Oh. Dat is Naomi Campbell, ik vind het echt geweldig. Oh, ja? Nee. Ja. No comment. I do not want to comment. Ja, oh ja, dat filmpje van haar. Ja, zij is gewoon de Dus jij queen. Wil gewoon de next Naomi worden. En wie is dit jongetje? Dat ben ik. Dit ben jij? Ja. Oh, wat lief. Wanneer was dit dan? Hoe lang geleden? Dat was in de eerste klas, dus dat was echt ruim 6 jaar geleden. En wilde je toen ook al model worden? Nee, toen wou ik heel raar wou ik dokter worden. Totaal iets anders. Ja. Dat heb ik opgegeven toen ik erachter kwam dat school niet iets van mij was. Nee, toch niet? Nee, toch niet. Maar en dan gewoon model? Ja. Ja, het was eigenlijk voor de lol eerst. En je had dus daarvoor nooit iets gedaan qua modellenwerk? Nee, met een vriendin dan samen met de fotocamera die wel soms foto's maken. Ja. Zoals deze zijn dan daarvan gemaakt. Oh ja, heel mooi. Iedere week vragen wij ook aan het model wat naast ons zit, wat zijn of haar tips en tricks zijn. Wat is bijvoorbeeld jouw modellenpose, jouw favoriete pose die je doet? Klinkt heel raar, het is niet echt iets waar je veel moeite voor moet doen, maar zolang je echt goed ontspant, ja, dan komt je gezicht gewoon het mooiste uit. Als ik een tip moet geven is lekker ontspannen en gewoon meegaan in wat je doet.
Ja. Maar hoe ontspan je dan? Want een lichaam, dan ben je, word je in een soort zoutzak. Ja, dat dus is, je moet gewoon ontspannen in je gezicht. Kijk, je moet gewoon, kijk, niet dat je zoiets vast gaat pakken met klauwen en je gewoon lekker laten hangen. Ja. Ja, je schouders wel proberen zo recht mogelijk, maar niet te recht, zodat het niet overdreven recht lijkt. Maar gewoon lekker alles. Heel nonchalant eigenlijk. Heel nonchalant. Ja. Heel soepel. En wat doe jij om jezelf fit te houden? Fit? Ik drink koffie. I don't know. Koffie? Oké. Ja, ik weet niet. Ik doe niet echt veel fit. Nou, dit is wel een goede tip hoor. Drink koffie, zo hou je jezelf fit. Nee, ik doe eigenlijk niet. Jij stuitert gewoon de hele dag als een soort cafeïnebal. Ja. Qua eten let je dan ziek op wat je eet? Of nee, is het... ook niet. Ik eet gewoon wat ik wil. Gewoon jeans. Good jeans. Goeie genen. Goeie genen. Oh, ja. Ik moest ook even twee keer nadenken. Ik dacht, goede broek. Ja. Wat een luxe. Nou, soms vind ik wel aankomen. Ik wil natuurlijk wat breder worden. Maar ja, dan moet je wel eens gaan sporten. Als je breder wil worden, toch? Ja, maar dan moet ik wel eerst aankomen. Oké, dus jij moet gewoon even nu vreten de komende tijd. Snap je. En dan ga je sporten. Ja. Nou, wat een heerlijk vooruitzicht, ja. Heb je nog goede advies gekregen in dit programma? Aan het begin deed ik de Olsen Twins neus of zo. Dat is, ja, ik deed, als ik poseerde, keek ik bij te komen kaken, heb ik afgeleerd. En dan gebeurde er dit. Gewoon zo helemaal met die neusvleugels of zo. Ja. Dan gaan je lippen ook automatisch zo staan. Ja. Oh, maar dat is wel een hele boze blik. Ja. Het lijkt net of jij gewoon gaat vechten. Ja, zo. Jezus, jij wordt wel heel eng. Ik voel me ook gewoon... Ja, jij doet helemaal mee. Zo. Nou, dankjewel voor je komst. Geen dank. En ik hoop dat jouw modellencarrière zo meteen gewoon sky high sowieso gaat. Ik ga er echt aan werken. En voor jullie, vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Concentrate Velvet, want er komen nog allemaal toffe video's online. En wij willen heel graag weten, wie is jouw favoriet van alle modellen? Comment het even hieronder. En dan zien we je de volgende keer. Mwah!